Welkom bij Unity FM. We zijn hier in Leiden in de studio van Unity FM. En we werken vandaag samen met Omroep Bo. Ik zie even iemand van Omroep Bo. Dat is de omroep in de Bollenstreek. En verder met RTV Katwijk, want we doen een gezamenlijke uitzending in verband met de Europa Run. Een non-stop estafette race van Parijs naar Rotterdam. Het is bijna 12 uur en morgenmiddag dan pas komen de lopers aan in Rotterdam. Want ja, het is even een stukje lopen. En nou, we zijn hier live met de radio. Dat is de redactietafel. Even kijk. Er zwaaien ook wat mensen, onder andere Jona van RTV Katwijk en John van RTV Katwijk en Unity FM. Dan hebben we hier ook nog Guido. Dan hebben we hier ook nog Guido, ook van RTV Katwijk. En we hebben pizza besteld, want we hadden honger. Gaan we dat laten zien? Kijk even de cameraman aan. Ja, kan wel hoor. We hadden zin in pizza. Dus we hebben een shawarma pizza besteld, een barbecue mixed grill pizza, een creamy bacon pizza, een half... Hot en spicy en een creamy bacon, een halve barbecue en een tonijnpizza, twee keer een shawarma pizza, een chicken kebab pizza, een bacon gorgonzola pizza, een dun deluxe. Is dat dun? Pan deluxe. En verder nog een broodje gyros en drie keer een kicking chicken en potato wedges. Totaalbedrag was ruim boven de 100 euro, maar we hebben wel ontzettend lekker gegeten. Fotootje doen we even bijvoegen, dat kan wel toch? Ja, dat kan wel. Weet je waar mijn shawarma pizza is? Wat? Jouw shawarma pizza, er is er eentje pizza kwijt. We hebben nog een voorraadje toch? Kom. Oh, ik heb hier wel pizza. Dat zijn de nightly pizza's, voor het geval dat wij in het diepste donkere van de nacht nog een pizza willen. Jona, heb je het gevonden? Where is, is deze van mij? Nee, ik had nog een shawarma pizza. Ja, maar er ook eentje in de kast. Die had ik ook gevonden. Heb ik ook half gegeten. Maar toen kwam ik op de helft achter dat het geen shawarma was. Dat, op shawarma zit geen paddenstoel. Zet jouw pizza, meneer de cameraman? Nee. Van degene die hier is, heeft echt een kut. Ja, nou, we hebben beeld. En Gezellig. Nee, je mag wel mee. Nou, we gaan even de studio in. Ik denk dat dat het leukste is. Wat een groot pand hebben we hier bij Unity. We gaan even naar binnen, we moeten een beetje stil zijn. Want ze zijn natuurlijk bezig met de uitzending. Oh, ja, we hebben nu een telefoongesprek. Dat is Thomas, die zit tot 12 uur op de radio. Hij is nu in een bellen met Frankrijk. Inderdaad. En nou, dat is Thomas en dat is Michael van de Bollenstreek Omroep. En we hebben hier ook nog Sanne. Sanne zitten. Sanne is aan het meeleisteren met het gesprek. Het is ja, wel bijzonder hoe, als je daar dan toch mee fietst met die lopers, dat het toch wel je ook raakt emotioneel. Het is echt wel heel, heel vet. Maar ja, het is voor hun ook even ruim 24 uur fietsen natuurlijk. Ik bedoel, hier zit in de studio een beetje ja, radio te maken en een beetje pizza te eten. Maar wat je daar dan moet doen, dat is echt wel indrukwekkend. En voor de lopers natuurlijk ook. Ik bedoel, het is volgens mij ruim 500 kilometer. Nou, als ik het met de auto rijd, vind ik het al ver. Maar ja, als je dan moet lopen, dat is echt, echt wel heel vet. Oh, geluidstafel, want de band is net geweest. Glossy Jesus. Echt wel een hele vette band. Beelden volgende week op Unity TV of gewoon unitytv.nl. Terugkijkfunctie op het helemaal goed. Ja. Morgenochtend in de ochtendshow met Thomas komen de Destructive Penguins. Dat is echt wel een harde band een beetje eigenlijk. Kunnen we dat wel 's ochtends maken? Ik ga het van Thomas vragen. Thomas? 2, 3, 4. Voor de max. Zeg maar. Is de Destructive Penguins, zijn die niet veel te hard voor 's ochtends vroeg? Nou, het is wel pittig wat we gaan voorschotelen, ja, dat is zeker waar. Of de toetsenist meekomt, Boudewijn, is nog de vraag. Maar vast eruit zag wel. Dus, en waarom zou die niet komen? Examens, schoolexamens zijn druk bezig, dus daar doet hij nog aan mee. Pittig. Jij zit tot 12 uur op de radio, morgenochtend om 6 uur weer. Ja, klopt. Ga je nog slapen? Ik heb een slaapzak bij me, maar of die gebruikt gaat worden, dat weet ik nog niet. Zijn hier genoeg vervelende mensen die juist je slaap kunnen houden? Oh, dankjewel voor de heads-up. Is leuk. En zometeen, de eerste keer in een prachtig mooie studio van Unity FM. Dit is iets anders waar ik gewend ben inderdaad, maar nee, hartstikke leuk. Dit is iets one in a lifetime opportunity, zou maar zeggen. Drie omroepen die samenwerken, dat is wel echt... Uniek, ja. Toch? Ja, ik denk dat er weinig lokale omroepen zijn die op deze schaal met elkaar samenwerken. Nou, ik denk volgend jaar weer. Ik ben aan. Ja. Jij ook? Ja, ik vind het ook een goed idee. Nou, even de directie overtuigen. Nou, dat lukt wel. Gewoon, dat komt wel goed, denk ik. Ik denk het ook wel.